Ja. Ik sta hier midden in het centrum van Delft. Nou ja, aan de rand van Delft. Sorry voor de herrie. Zeg maar. Jullie weten wel, ik zal even laten zien hoe het nu gaat met het spoor van Delft. Zeg maar. Dus moet je opletten. Hè? Je weet nog wel die brug. Die brug waar het overheen reed. En dat oude station, hè? Dat heb je nu in je hoofd. Dus moet je opletten. Aanschouw. Ze zijn die hele brug aan het afbreken. Daar zie je het nieuwe station. Ik stond net daar. Toen ben ik de weg overgestoken. En nu zie je hier zo'n mooi weggetje. En dan nu. Ik hou er wel van, die moderne stations. Dit is wat de NS er overal van maakt. Dan kom je hier binnen. Dan heb je hier van die leuke dingen waar je op kan zitten. Dan heb je hier winkeltjes. Het gaat overal een beetje lijken op Schiphol. Eigenlijk. Starbucks! Je ziet ze overal tegenwoordig. En blijkbaar. Je zag net iemand piano spelen en dat is leuk. Er staat hier dus een piano in Delft Centraal. En die man schrok een beetje, want ik filmde hem zomaar. Tot zover het einde van deze treinstation tour in Delft. Ik vond hem chill en deze piano vind ik bijna wel het allerchillst. Dus ik zou zeggen, geef deze video een like als je hem leuk vond. Kom naar Delft als je piano kan spelen. Het lijkt mij wel leuk om gewoon nou iemand te filmen die piano kan spelen.
Dus wie weet komt dat een keer voor elkaar. Doeg, tot de volgende keer. Oud. Nieuw. Nieuw. Oud. Tot zover, Sesamstraat.